Zet je in en kom in actie voor drie goede doelen uit Nijkerk en het 3FM Serious Request. Let's get the party started. Dames en heren, ik begrijp dat u hier een beetje een spontane receptie hebt. Ik wist al iets eerder dat u deze spontane receptie zou hebben. En vandaar dat ik hier ook aanwezig ben. Want ik wou even iemand toespreken die hier aanwezig is. En dat is meneer De Vries. Ja, ja. Meneer De Vries komen we vaker tegen. Ja. Niet alleen hier, maar ook wel eens andere hoedanigheden. Dat klopt. En ik wil u even toespreken, als het vanavond mag. Want het is mooi om bij deze verrassingsreceptie aanwezig te zijn. Maar het is nog mooier om even tot u het woord te mogen richten. Maar eigenlijk kan ik ook wel jij zijn. Ja. Zo kennen we elkaar wat beter. Want je bent sinds 1984 al betrokken bij de uitwisselingsactiviteiten tussen Nijkerk en Schenectady. 88. Ik moet het helaas... Maar je bent al sinds de oprichting ben je ook al bestuurslid van deze stichting. Dus je bent voor de mensen van Nijkerk, zeker van deze stichting en van de mensen van Schenectady, ben je een heel vertrouwd gezicht ben je inmiddels geworden. En ik weet niet hoeveel reizen je naar Schenectady die inmiddels hebt gemaakt, maar dat zijn er volgens mij een heleboel zijn dat er heel dat geweest. Ja. Je begeleidt de mensen, de jeugd, de volwassenen. Wij mogen ze ook altijd even ontvangen in het stadhuis. Vind ik ook altijd heel erg leuk om te doen. Ze nemen ook altijd iets mee vanuit Schenectady. Ja. Ik heb inmiddels ook al heel wat sweaters. En inmiddels ben ik zodanig afgeslankt dat het ook ze passen. Ja. Ja, dus dat lukt ook. Maar ze zijn altijd keurig georganiseerd. En ik denk dat de mensen vanuit Schenectady zich altijd hier heel erg welkom voelen, hier in Nijkerk. En daar lever jij ook een belangrijke bijdrage aan. De laatste keer heb ik begrepen, de burgemeester van Schenectady ook nog geweest. Nog thuis langs geweest bij jou. Ja. Dus in die zin een hele belangrijke rol. Je zet je altijd in voor de uitvoering van het programma in Nijkerk. Veel tijd, veel inzet. Maar dat heb je er graag, heb je dat ervoor over. En je enthousiasme, dat weet je ook aan anderen over te brengen. En daardoor worden andere mensen volgens mij ook gemotiveerd. En tenslotte, dan ga ik even naar de andere kant van de grote plas, de Atlantische Oceaan. New York. Vind je een mooie stad. Ben je ook heel erg mee bekend. Ja. Zelfs gids in New York. Ik weet niet of je hier ook stadsgids bent. Want als je het hier kunt, kun je het ook in New York, denk ik. Andersom? Nee, nou, niet te bescheiden, denk ik. Ja, samen met Dion doe ik het in Nijkerk. Maar in New York doe je dat ook. En ik denk dat je een heleboel mensen vanuit Nijkerk mooie dingen hebt laten zien van New York. Je hebt mensen daarin in begeleid. Ja, en dat is niet onopgemerkt gebleven. En dat houdt in dat voor al die verdiensten, voor al die intensieve begeleiding die je hebt gedaan... Ja, wij als college van BMW, we hadden daar ook een verzoek voor gekregen, besloten hebben om jou de erepenning in zilver van de gemeente Nijkerk toe te kennen. En ik wou je graag doen. Kan die naast deze... Nee, hij gaat echt over. Ja. Zo. Oké. Okay. Voor jou. Dank. Helemaal officieel te maken. Er hoort ook een oorkonde bij waarin duidelijk staat... jij krijgt veel post langs van de gemeente, maar deze heb je niet langs gekregen. Een soort gelijke wel. Maar het ging maar net goed, moet ik zeggen. Het ging net goed. Hij stond een keer bij het secretariaat, stond hij, en toen lag hij net de tekening in het boek. Oké, Frans. Mooi, leuk. Ja, dankjewel.